Een stevige brug slaan tussen de Vitesse voetbalacademie en het eerste elftal is een belangrijk speerpunt van de club. Daar gaat een zogeheten talententraining aan bijdragen. Hierin trainen spelers van de bovenbouw van de academie samen met spelers uit het eerste elftal onder leiding van Philip Cocu en zijn staf. We hebben vanmiddag training gehad met eigenlijk jongens vanaf eigenlijk de onder 16, een aantal jongens, onder 18, onder 21 en ook een aantal spelers van het eerste. Die hebben samen getraind, ook met wat jeugdkeepers erbij. Ja, dat zullen we één keer in een aantal weken doen, afhankelijk van het programma. Ik zie het ook als een stimulans voor jongens die bij de jeugd zitten om te kijken of ze zich daarbij kunnen voegen. Door middel van uiteraard presteren, maar ook houding, hoe ze met hun eigen ontwikkeling bezig zijn. Totaalpakket en dat is al in samenhang met de hoofdjeugdopleiding, met de trainers, de groep samengesteld worden. En dan krijgen we ook een goed zicht op wat er in de jeugd aanwezig is, hoe ze zich manifesteren op een training zoals deze. En ik denk dat het vandaag een goede aftrap was, een heerlijke training. De trainers van de jeugdteams zijn ook aanwezig om te kijken naar de training, om spelers te begeleiden. Zodat er een soort overlap komt en dat het wat dichter bij elkaar komt. En uiteindelijk natuurlijk gaat het om het presteren bij één. Dat is het uiteindelijke doel, maar er zit ook een heel voortraject aan vast. En ik denk, als je optimaal van je eigen opleiding wil profiteren, maar het ook eens stimuleren om te laten zien dat het haalbaar is voor de jongens, maar dat ze daar wel natuurlijk heel veel aan moeten doen, maar dat het wel mogelijk is om het eerste te halen, denk ik dat pluk je daar later de vruchten van. En ik denk in verschillende afdelingen binnen de vereniging kun je daar in de samenwerking optimaliseren. Er zal natuurlijk altijd een onderscheid zijn tussen één en de jeugd, maar je hebt ook op bepaalde vlakken heb je een overlap. Dit is er een voorbeeld van. Sam, gisteren heb je officieus je debuut gemaakt voor Vitesse 1. Laat ik daar maar eens beginnen. Hoe was dat voor je? Het was heel leuk. Ik kwam een beetje onverwachts. Ik werd de dag van tevoren gebeld. Ik heb nooit met eerste mee mogen doen of zo. Ook met onder 21 eigenlijk nog niet. Dus ik kwam een beetje onverwacht, maar was wel heel leuk. Een mooi moment voor jou. Vandaag is er een beetje een vervolg aangegeven omdat je ook samen met spelers van het eerste hebt getraind. Hoe was dat voor je? Leuk. Het is alleen maar hoog niveau. Daar kun je beter van worden, dus dat is alleen maar leuk. Heb je nog iets van ze geleerd? Ze zijn wel verder in de duels. Dus je moet wel echt... Ze hebben ook goede basistechniek. Dus alle ballen die kunnen ze goed aannemen en spelen. Dus dat is wel even bijbenen. En daar moet ik nog aan werken. Een hele mooie ervaring voor mezelf. Veel geleerd. Zeker ook met grotere jongens meegedaan. Waardoor er veel hoger niveau was. Ook vergeleken met mijn team natuurlijk. Fysiek veel sterker. Balsnelheid hoger, maar eigenlijk een hele leerzame training, zeker. Tempo was hoger, waardoor ik veel meer om me heen moest kijken. Ik als centrale verdediger is natuurlijk belangrijk dat ik alles in het veld zie. Niet alleen voor me, maar ook achter me. En met die jongens die heel veel lopen, is het wel natuurlijk extra veel kijken. En daardoor eigenlijk erg leerzaam. Wat voor een indruk maakten de jongens bijvoorbeeld op je, die je van vandaag aan het werk hebt gezien? Gretig. Dat mogen we natuurlijk ook wel verwachten als je wordt uitgenodigd. Maar er zijn ook jongens van onder 16 die eigenlijk met jongens van 1 aan het trainen zijn. En er zitten ook fysieke verschillen tussen. Ja, dan zie ik kijken hoe gaan ze daarmee om. Wij kunnen de spelers ook wat beter zien. We kunnen ze begeleiden, tips geven. Oefeningen die vaak terugkomen bij 1, die gebruiken we hier ook. Dus dan komen ze daar ook mee in aanmerking. Ik vond het prettig om te zien. Ook het niveau in het positiespel. Dan zie je toch wel dat de posities en de manier van spelen en het comfortabel zijn aan de bal, dat er toch goed uitzag. En ik ben zeer te spreken over de eerste Al met al een positieve sessie. Eerste sessie en voor herhaling vatbaar volgens mij. Zeker, dat gaan we zeker doen. Ja.